Henk. Ja. Mag ik erbij in? Ja, bij mij op schoot of? Weet ik niet waar ik pas. We kijken wel even hoe dat werkt. Ja, goedemorgen. Het is hartstikke vroeg in de ochtend. En ik sta hier in Friesland tussen het dorpje Donkerbroek en Oosterwolde. Vlakbij de N381. En over een traject van 8 kilometer gaat Heijmans hier de weg van 2x1 naar 2x2 rijbanen verbreden. En in een reeks van 3 vlogs ga ik je laten zien hoe we dat doen. En in deze eerste aflevering ga ik op pad met Henk Posma, een van onze graafmachinisten. We moeten hem wel nog even zoeken. Gaan jullie mee? Nou, we hebben de keet gevonden. Op zoek naar Henk. Goedemorgen, heren. Morgen. Ik ben op zoek naar Henk Posma. Waar zit hij? Is hij hier? Jij? Kijk. Henk, wat doe jij precies op dit project? Ik ben kraammachinist, dus ik bedien de graafmachine. Ja? Met die machine ga ik de kunetten graven, zeg maar, de sloten maken. Ja. Dus eigenlijk het graf grondverzet, dat is wat ik doe. Kunnen we naar buiten gaan kijken? We kunnen buiten kijken. Als we buiten de weg op gaan, dan doen we schoenen aan, een jas en een helm op. Henk, ja. Mag ik erbij in? Ja, bij mij op schoot of? Weet ik niet waar ik pas. We kijken wel even hoe dat werkt. Ja, je wil hier wel even gaan staan. Oké, is goed. Hou jij deze vast? Ik heb mezelf in de kraan gewurmd en we zitten nu achter Henk. In de graafmachine. En nou gaan we hier dus, we moeten hier onderdoor, dus hier moet nog een tunnelbak moet hierbij komen. En hier waar ik sta, hier komt de tunnelbak. Oké, hier zo op deze plek, dus deze weg, moet eruit. Deze weg die komt eruit. Kijk, en daar is de nieuwe weg, ja. Die je daar ziet. En daar moeten wij op aan, dus we gaan een keer wel zien daar, want die loopt dan langzamerhand al naar beneden toe daar. Dat is toch asfalt, dat loopt langzaam naar beneden. Dus we staan hier zo'n beetje al recht voor de tunnel. Henk, jullie hebben afgelopen weekend heel wat kilometers geleiderrail gemaakt. Maar er ligt hier nog helemaal geen weg. Waarom is die geleiderrail al geplaatst? De geleiderrail die is geplaatst om in ieder geval voor het verkeer en om veilig te werken voor ons. Want? Nou ja, hier kan eens een keer met de machine over de weg heen kunnen. Dus je hebt een mooie zuivere aanbakening voor je werkgebied. En er komen hier volgens mij ook veel kinderen voorbij, veel fietsers. Heb je nog een tip voor hen? Ja, de meesten die als ze opletten op de machinist en op de chauffeur die in de machine zit, ja. Daar goed opletten dat ze een beetje oogcontact kunnen houden. Daarbij staat er ook nog op een machine, staat hier achterop van zie ik jou, zie ik mij. Dus als men een klein beetje de ogen de kost geeft, dan kan er eigenlijk weinig gebeuren. Hé Henk, bedankt hè. Graag gedaan. Vond je dit een leuke video? Laat dan even een like achter. En zet al je vragen over de N381 in de comments. En tot de volgende vlog.